Het nieuwe vision board. Mijn huis is een puinzooi. Moet ik allemaal nog opvouwen. Deze. Ik moet echt bijna huilen. En ik kan ze echt in de prullenbak gooien. Nog niet kijken. Groentesaus met curry. Mijn haar. Hallo, welkom in deze nieuwe weekvlog. We beginnen vandaag op dinsdag omdat gisteren Pinkster was. En dat hebben we nog bij het weekend getrokken omdat we toen waren kamperen. We zijn weer lekker thuis. Nick is op school en Lea slaapt. En ik heb nu even de tijd om iets voor mijn werk te doen. Ik heb me hier al ingericht. Mijn laptop had water. En hier is het nieuwe vision board dat ik op de camping heb gemaakt. Het is woensdagochtend. Ik heb gisteren alle tijd die ik had zonder Kit besteed aan het maken van mijn website. Dus ik heb niks gevlogd. Nicky heeft vandaag zijn tover t-shirt aan. Alleen zie ik dat het al vrij kort is, dus ik ben heel snel gegroeid. En Lea wilde er ook graag in en ze heeft er eentje. Alleen die is nog veel te groot, maar we gaan eens even kijken of die past. Goed? Ja! Doe deze uit. Een andere prinses kan veranderen. Oh, dat is mooi. Volgens mij is dat Anna of Elsa. Ja. Ik weet even niet wie wie. Papa, ik heb Anna. Ook... Anna is wat. Anna is wat. Dat is Anna. Wie is dat, Anna? Kan echt over. Nee! Kan echt overen. Kijk, papa. Weet je als je mama omhoog doet? Kijk, jongens, het is weer zover. Mijn huis is een puinzooi. Voordat ik het laat zien, zal ik even uitleggen waar het aan ligt. Want er is wel een reden voor. Maar vanochtend, toen Lea wakker werd, waren we in mijn bed nog even zo'n kroelen. En één keer ging ze zitten en toen zei ze, mag ik wat drinken? En toen moest ze uit het niet overgeven. Dus meestal uit het niet, hè. De eerste keer. Maar goed. Daarna heeft ze niet meer overgeven. Daarna was ze gewoon fit en heeft ze ook wat crackertjes gehad. Maar ik moest dus vandaag vlog opnemen, want ik heb deze pakketjes binnengekomen en dat zijn campingcard acties, actie campingcard, en die zijn dus geldig in het voorseizoen of in het laagseizoen, dus ja, die moesten dus gewoon zo snel mogelijk moeten die de deur uit, dus ik moest dat vandaag opnemen en toen ik dat heb opgenomen heb ik Lea gewoon lekker laten spelen, dus dat verklaart ten eerste de rotzooi en daarna werd Lea weer hangerig. Ze voelt ook een beetje warm. Ze snottert ook een beetje. Dus ik heb het idee dat ze gewoon wat ziek is of wordt. En dat is dus de reden dat ik nog niet heb opgeruimd. Want ze was lekker op mij aan het hangen. En nu is ze even een vlogje aan het kijken van de Bellinga's en wat aan het eten. Dat wilde ze hier doen. En laat ik jullie even zien wat er dan in de tussentijd allemaal is ontstaan. Hier, muziekinstrumenten. Hier mijn vlog en edit gebeuren. Een nijntjespel. Hier nog van de Airbnb en van de camping. Van het campingweekend. De was, dit is allemaal schoon. Dat moet ik allemaal nog opvouwen. Ja, tekeningen van de kids. Hier iets van de crackers. Dus ja, nog als Lea nu gaat slapen, hopelijk. Wat ik een beetje eng vind dat ik geen babyfoon heb. En ik niet weet of ze dat moet overgeven. Dus ik moet even kijken hoe ik dat doe. En als ze slaapt, dan ga ik dit even opruimen hier. Ik ga voor Lea nog een crackertje maken. Alsjeblieft, meisje. Niet smakelijk. Wil je ook wat drinken? Jongens, ik heb al een boterhammetje gegeten. Maar gisteravond kwam Maarten vanuit een verjaardagsfeestje van Maaike terug met dit. Ik heb er gisteravond, toen Maarten thuis kwam, 10:30 ook eentje gehad. Oh, ik denk dat ik het niet kan laten om daar dadelijk eentje van te pakken. Ik wil vooraf nog even gezond doen. 2 speldboterhammetjes. Met hummus en komkommer. En als je dochter al 6 van die crackers op heeft gehad, dan is de waarschijnlijkheid groot dat ze gewoon gezond is, toch? Nou, Lea ligt lekker in haar bedje. Ik wil goed luisteren of dat goed gaat. Ik ga nou dit doen. Ja. En als dit opgevouwen is, dan ga ik de donut eten en een kopje thee drinken. Ik heb trouwens op de camping 3 dagen achter elkaar de afwas met de hand gedaan. En daarbij afwasmiddel gebruikte wat nog in de caravan lag. Dus dat was geen natuurlijk afwasmiddel. En ik gebruik inmiddels thuis namelijk deze. Onder andere. En
3 dagen dus met een niet-natuurlijke en dan krijg je dus weer eczeem. Het is echt onvoorstelbaar. Dus mocht je eczeem hebben, dan ga eens heel erg goed op zoek naar wat voor spul je gebruikt. Numero uno. Numero duo. En hier de rest ervan. Wat ik even wil zeggen, ik ben ondertussen een vlogje aan het kijken van Wild & Boho Again. Oh, en ik vind het zo mooi, hè. Ja, ik weet niet. Kijk maar zelf. Ik hou daarvan, echt. Ik moet echt bijna huilen, Jolanda. Super mooie vlog. Weer zoveel liefde. En... kijk zelf maar, jongens. Last one. En jongens, deze heb ik voor 10 of 16 euro gekocht bij de kringloop. Bij de Decathlon van Nick. En ik kan ze echt in de prullenbak gooien. Hij heeft daar hele erge zweetvoeten in. Dat is dus echt helemaal niks, dit. En ik heb ze dus gewassen en nog steeds stinken ze gewoon. Dus, dan weet je dat. Yay! Kleine tip nog. Dit is een hammam doek. Die heb ik bij de Action gekocht. En ja, super handig. We hebben hem nu al gebruikt om op te zitten bij een picknick. En als zonbescherming in de auto voor de kids. Ja, je kan hem ook als handdoek gebruiken. Of als sjaal. Je kan er alle kanten mee op. Dus zeker een aanrader, zo'n ding. Zo lekker dit. Lea slaapt nog steeds. Ik denk dat ze best moe was. En het even nodig heeft. Nikki is nog steeds bij Maaike. En ik denk dat ik nu maar naar boven ga. En begin... kleertjes in te pakken voor het weekend. Eens even bedenken wat we gaan eten. En omdat Lea vanochtend heeft overgegeven en alleen maar crackers heeft gehad, denk ik dat ik ga voor iets wat licht op de maag ligt. En Lea houdt van soep. Ik denk dat ik hiervan een soepje maak. Misschien wat noedels erin doe. En eventueel nog wat rijst met wat groenten erbij. Een snack. Pindakaas en jam. We gaan even lekker naar buiten. De temperatuur zijn heerlijk. Mijn schat. Lea is weer gewoon... goed opgeknapt volgens mij. En ik heb de mooiste schoenen aan. En ik ga nu even de was ophangen. En dan komt Nikki thuis en papa thuis. Dan ga ik lekker eten maken. En vanavond krijg ik nog bezoek van een vriendinnetje. Ik heb een leuk spel meegekregen van oma. Welke? Deze. Hoe heet dat, Nick? Een ezeltje prik. Oh, wat moet je dan doen? Je moet proberen een startje op de billen te doen. Goed zo, en nou met de oogjes dicht. Volgens mij heb ik nog iets meegenomen. Ja, een sok. Ja. Waarom? Oogjes dicht van het... Ja, dat kan ook. Nou, zoals gezegd hebben we vandaag rijst. En groentesaus met curry. Jongens, niet zo hard. Groentesaus met curry. En dan is dit het trucje om saus te maken voor de kids. Maar nogmaals, naast dit... krijgen ze dezelfde ingrediënt ook nog even naast hun bord gelegd. En dan hebben we een lekker sausje. Hey, het is donderdagmiddag. En ik heb vandaag weer wat dingetjes voorbereid. Dat we het weekend gasten krijgen en wat tassen ingepakt. Ja, dat moet gebeuren, dat ga ik niet filmen. Oh ja, doe maar. En ik ga dan met Lea Nikki halen. Dat is de zonnebril van Lea. En dan gaan we, denk ik, samen een ijsje eten. Goed zo. Lekker ijsje. Ga dadelijk even handen wassen naar het water. Gaan we dadelijk bij het water de handen wassen? Ja. Oké.
Kijk jongens, de schildpadden zijn actief. Zie je dat? Hij is niet meer zo verlegen. Die andere zwemt ook in het water. De kids spelen. Dat kun je niet goed zien, maar daarachter op de trampoline. Daar. We zijn elkaar een beetje aan het uitdagen. Dus de kans dat één dadelijk weer huilt is groot, helaas. Maar goed, wie weet gaat het goed. En ik ga vandaag weer deze pizza maken. En ik heb nog een halve broccoli en een halve courgette. Dus daar wil ik eigenlijk soep van maken. Dat is ook handig, want Lea eet dit niet zo goed. En soep wel. Dus ja, eventjes kijken wat ik ga doen. Het is mom's night out. Ik ga samen met Def ergens een terrasje pikken of in ieder geval ergens zitten. Oh, mijn haar! Oh. We gaan het hebben over wat ideeën die we hebben over wat verkoopacties. Ook voor jullie leuk dadelijk. Dus daar volgt nog meer informatie over te zijner tijd. Gisteravond was toppie met Def Rosse allemaal gekletst. Echt van tevoren denk je soms of voel je soms moe. Maar op het moment dat je dan daar zit en achteraf, ja, doet dat gewoon heel goed om even weer bij te kletsen met een vriendin. We hebben onder andere besproken dat Def, die heeft in het verleden heel veel leuke producten ontworpen en gemaakt. En die gaat ze nog een leuk prijsje weg doen. Ja, we hebben ook besproken dat we op een gegeven moment misschien een huissale doen. Ja! Nee, Lea weet dat. Met onze spulletjes. Jij heeft echt een lille getekend. Wow. Lea is dat dan? Lea tekende deze naam. Toppers zijn jullie. Leuk dat jullie keken naar deze vlog. En wellicht tot de volgende vlog. Doei doei.